gelukkig nieuwjaar allemaal. In ieder geval, dat zegt Clash of Clans. En ik zeg dat natuurlijk ook, ook al komt deze video best wel een tijdje later uit dan in januari. Maakt niet uit, het is in ieder geval een nieuw jaar en dat is natuurlijk nice. En een nieuw jaar betekent ook een nieuw seizoen in Clash of Clans. Want aan het eind, of ja, aan het eind van elke maand begint weer een nieuwe. Dus zeg maar, de eerste van de maand begint gewoon weer een nieuw seizoen. En dat is inderdaad hier ook het geval. Echt super nice. Deze skin ziet er zo vet uit. Maar dat is niet het enige wat we gaan doen. Want we gaan natuurlijk, nee, hier niet. We gaan trouwens ook hier aanvallen. Dat is ook wat we gaan doen. Maar dat wou ik nu niet laten zien. Ik wou namelijk, oh hier wou ik het laten zien. We gaan namelijk de gouden kaart kopen. Want je kan hier natuurlijk zieke beloningen vrijspelen. En ik wil gewoon die nieuwe skin. Waar is die nieuwe skin? Of krijg je die helemaal pas op het eind? Ja, die krijg je pas op het eind. Maar check hoe ziek die eruit ziet, deze wachter. Ik vind hem er echt heel nice uitzien. En op dit moment heb ik nog niet eens een skin voor de wachter. Ik heb wel eentje voor mijn barbarenkoning. En ook voor mijn, zeg maar, prinses. Of koningin, moet ik zeggen. Maar nog niet voor die wachter. Dus dat zou heel nice zijn. En daarna willen we natuurlijk ooit een keer een skin krijgen voor de nieuwe held. Dat zou helemaal nice zijn. Maar dat gaan we dus allemaal doen. Die gouden kaart kopen. We gaan aanvallen in Clan War. En we gaan al mijn goud en elixir opmaken. Want daar heb ik ook niet normaal veel van. Want dat kwam namelijk door mijn voordelen. Mijn seizoensbank van vorig seizoen. Daar hebben we echt vet veel goud en elixir uit gekregen. Maar voordat we verder gaan, smash natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we de 2000 likes kunnen halen? Zou super nice zijn als dat gaat lukken op deze Clash of Clans video. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we als eerst maar eventjes de gouden kaart gaan kopen. Het kost 5,50 euro. Het is gewoon super chill en je hebt zoveel voordelen. Weet je, als je heel af en toe een aankoop doet in Clash of Clans, doe dan in ieder geval deze aankoop. Want dit is dan eigenlijk relatief echt de allerbeste. En het is zo chill om kaarten te doneren voor één edelsteen. Daar heb je zoveel profijt van. Maar we kunnen nu dus al die beloningen al vrijspelen. Donatie voor één edelsteen, daarvoor moet ik eventjes wat doneren en wat andere dingetjes doen. Kijk, als we bijvoorbeeld hier al iets doneren. Oh shit, dat kan natuurlijk niet. Nou, ik doe nu wel even met 20 edelstenen. Is een beetje zonde. Maar stel, heb ik hem nu al vrijgespeeld. Dan heb ik in ieder geval die vrijgespeeld. En dan moet ik denk ik, ja, dan moet ik nog één van deze twee doen. Dan moet ik zo meteen gewoon even aanvallen. En dan hebben we dit ook al vrijgespeeld. Dat gaat makkelijk lukken. En dan gaan we vervolgens die één donatie edelstenen doen. Oh, donders, ik kom niet helemaal lekker aan mijn woorden tot nu toe. Maar ja, af en toe heb je dat. Weet je, het lukt mij ook niet altijd om alles achter elkaar bam goed te praten. Maar af en toe moet ik ook wel wat knippen en plakken. Maar let's go. We gaan nu even beginnen met de upgrades die we gaan doen. En ik heb nu dus 14 miljoen goud. Dat is echt niet normaal veel. Wat zou ik daarmee gaan doen? We kunnen eventueel echt een dikke upgrade doen. Ja, hier heb ik trouwens te weinig goud voor. Dus dat is wel een beetje jammer. Ja, ik kan het boosten met edelstenen, maar daar heb ik niet echt zin in. Maar ik wil wel even één dikke upgrade doen. Wat we ook kunnen doen, is mijn stadshuis upgraden. Dat is echt insane. Die krijgt dan gewoon nog meer schade. Hij is al heel nice, want het is een giga inferno. Maar die wordt dan nog nicer. Maar wat we misschien nog... Oh, donders, ik heb allemaal ideeën. Wat we nog beter kunnen doen, is natuurlijk die andere verdediging maken. Want die kost 15 miljoen en ik heb hem momenteel 14. En hoeveel kost het om erbij te betalen? 600. Ah, oh, dat is jammer. Maar ik kan momenteel helemaal niet genoeg goud in mijn kluizen houden. Dus we gaan dit wel even doen. Ik upgrade even één kluis. En die kan ik dan eventueel boosten. Ik heb hier nog wat goud die ik kan claimen. En ik kan er denk ik wel voor zorgen dat we dan nog goud erbij krijgen. En dan kunnen we alsnog die tweede, zeg maar, hapsnap maken. En dat is wel heel nice. Oh, dit is echt ingewikkeld. Maar ik denk dat ik... Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Want hier moeten we anders vet lang voor wachten. Namelijk 9 dagen. Maar ik heb zo'n boekje. Dus deze kunnen we boosten. En dan kunnen we ervoor zorgen dat we nog meer goud erbij krijgen. Ik kan hier al het goud claimen. Kijk, dan hebben we nu al veel erbij. Kan ik deze ook nog claimen? Dan heb ik nu nog maar 500.000 nodig. En dan hebben we genoeg goud. Oh, donders. Ik kan denk ik hier in de store wel iets krijgen. Hier. Oh, nee. Dat kan niet, omdat ik nu te veel goud weer heb. Dat heb ik nog bijna nooit gehad. Dat ik gewoon te veel goud heb om dat dan te claimen. Maar dan gaan we gewoon nu eventjes aanvallen. Ik ga eventjes aanvallen. En dan zorg ik ervoor dat ik even een tegenstander ga vinden met veel goud. En dan ga ik dat plunderen. En daarna gaan we natuurlijk ook nog in de Clan War aanvallen. Maar eerst even hier gewoon iemand zoeken die veel goud heeft. Wel 500.000, dat is wel echt veel, man. Dus dat gaat misschien wel eventjes duren. Oké, ik heb er eentje gevonden. 680.000, dus ik hoef niet eens alles te plunderen. Waar heeft hij zijn blazers? Hij heeft ze die kant op staan. Dus ik denk dat ik hier van onderen ga aanvallen. En ik heb echt dikke troepen. Ik heb echt alles gereed staan. Dus ik denk dat dit wel een eitje gaat worden om hier een beetje fatsoenlijk voor door te komen. Ik zal mijn gevechtsmachine ook gewoon neerzetten. Moet ik zometeen wel even nieuwe troepen vragen in mijn clan, maar dat komt helemaal goed. Gaan we even de boel boosten. En dan wordt dit een zieke attack. Hier nog even wel een helingspreuk. Zodat het iets langer door blijft gaan, die ballonnen.
En hier ook nog helingspreuk en hier nog een boost. Dan wordt dit zo nice. Ik heb nog één helingspreuk te gaan. Maar dit is zo'n dikke attack. Dit is echt niet normaal. En check dit dan. We hebben nu al bijna het maximale aantal goud wat we konden claimen. Mijn goud gaat als een raket. Dit was echt ziekelijk. Dat ik net op zo'n moment dan zo'n tegenstander tegenkom. Beetje jammer dat van die helingspreuk trouwens. Die was niet heel lekker getimed. Nou trouwens. Want al die... Ja oké. Nou goed genoeg uiteindelijk nog. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik kan alleen mijn boogschutterskoningin nog boosten. Maar dat is in principe niet nodig, want wij hebben al de 15 miljoen goud. Maar ja, ga ik trouwens wel doen, want het zou ook dom zijn als ik dat niet ga doen. Ik zal nu even boosten en dan zie ik jullie zo meteen weer als de aanval voorbij is. En misschien dat we trouwens wel de 100% gaan halen. Dat zou best wel goed kunnen. Ja, inderdaad, we hebben gewoon 100% gehaald. Daarom vind ik het aanvallen met draken en ballonnen zo super chill. Maar het is gelukt! En dan kunnen we nu die nieuwe gebouw maken. 15 miljoen, dat is wel echt bizar veel, jongen. En dan moet ik hier natuurlijk ook weer heel lang op wachten. Maar ja, dat hebben we er dan maar voor over. Hè. Ik kan er niet zoveel tegen doen. We kunnen deze even boosten. En dan heb ik nu nog 7,5 miljoen elixir. Kan ik eventueel mijn wachten daarmee upgraden? Nee, daar heb ik 10 miljoen voor nodig. Dat ga ik nog eventjes niet doen. Wat ik denk ik binnenkort ga doen is als mijn laboratorium is geüpgraded, sparen voor mijn draken of ballonnen die ik dan wil upgraden. Maar ik zal eventjes nieuwe troepen vragen. Want ik wil natuurlijk zo meteen hier aanvallen in Clanwar. En dan gaan we dan natuurlijk ook weer goud en elixir verdienen. Dus dat is ook chill. Maar gaan we dat zo meteen doen als ik nieuwe troepen heb gekregen. En in de tussentijd kunnen we natuurlijk deze al wel claimen. Dan hebben we vanaf nu wel donaties voor 1 edelsteen. En dat is gewoon heel lekker verdienen. Kijk, dan kan je hier eventjes, boom, bijvoorbeeld deze helingspreuk en een kar waar je normaal best wel wat elixir of goud voor kwijt bent of zo. En nu helemaal niks. Ja, 1 edelsteen. Maar dat is zo cheap. Oké, nou, ik heb ondertussen al een tijdje gewacht. Ik heb geen zin meer in wachten. We gaan gewoon even boosten en dan gaan we nog een keer aanvallen. Want anders zit ik hier misschien nog wel eventjes gewoon puur te wachten. En we hebben ook al wat troepen gedoneerd gekregen. We hebben nu 5 ballonnen. Dus dat is op zich wel chill. En zo'n megaballon, dus die komt daar dan vervolgens uit. Andere woorden, best wel een hele chille donatie. Maar dan gaan we even op zoek naar een tegenstander die we op zich wel kunnen hebben. Maar wat ook nog wel moeilijk is om te verslaan. Want anders is het natuurlijk ook niet leuk. Hier kunnen we denk ik wel de 2 sterren ophalen. Ik zie dat hij hier een blazer heeft. Want dat is het allerbelangrijkste waar ik altijd naar moet kijken. En dan denk ik wel dat ik kan doorbeuken naar zijn hoofdgebouw. Want ik heb alles wel gereed. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar ja, we kunnen ook even kijken bij de nummer 2 hoe die eruit ziet. Ik denk dat deze bijvoorbeeld lastiger is als de nummer 1. Dus we gaan gewoon proberen de nummer 1 te verslaan. Dit is wel leuk en iemand heeft hem dus aangevallen en heeft 0% gehad. Nou, dat schiet ook totaal niet op. We gaan het gewoon proberen. Ik wil eventjes deze wil ik gebruiken. Die is net wat chiller. Dan gaan we hier volop in de attack. Hier alle draken en dan gaan we eens kijken of dit gaat lukken. Oh, dit wordt zo'n lijp attack. Maar dit is ook een zieke beest wat hij gewoon heeft. Ik zal hier even die neerzetten. En hier nog een boogschutterskoningin en hier nog een koning. En dan zal ik deze even boosten. Dan kan niemand meer damage tegenkrijgen. En dan zal ik hier nu even alles boosten. Ik heb nog 3 helingspreuken over. Ik moet deze trouwens ook nog even neerzetten. Even helingspreuk hier neerzetten. Als ik in ieder geval maar zijn hoofdgebouw neerkrijg, dat is het belangrijkste. Oh, trouwens, ik moet deze niet vergeten. Oké, dat was een beetje dom dat ik die nu pas neerzet. Maar we hebben in ieder geval al gewoon zijn hoofdgebouw neer. Dus dat is chill. En dan ga ik zo meteen de boel nog boosten. En dan hebben we sowieso de 2 sterren. Ja, ik wist het eigenlijk al wel dat we dat zouden halen. Maar het is inderdaad dus vrij makkelijk gelukt. Misschien dat we ook nog voor de 3 sterren kunnen gaan. Want ik zie dat hij hier nog vuurwerk heeft. Als die nu kapot gaat, die vuurwerk. Wat misschien gaat gebeuren. Dan zou dat misschien goed kunnen komen. Want er komen nu 3 ballonnen. Maar die gaan de andere kant op. Dus dat is wel een nadeel. Kan mijn koning nog even boosten? Oh, dat is echt jammer. Als die vuurwerk kapot was gegaan, hadden we dit echt kunnen halen. Maar het kan misschien nog. Want we hebben hier 3 draken. Dit gaat misschien lukken, joh. Gewoon 100% op zo'n zieke beest. Dat is best wel nice. Ja, dit gaat lukken. Ja, want hij heeft bijna geen luchtdefense meer. Nee, hij heeft helemaal geen luchtdefense meer. We halen gewoon de 3 sterren. Ik zie jullie zo meteen als de aanval klaar is. En inderdaad hebben we het gehaald. 3 sterren. Heel easy eigenlijk. Dus dat is wel vrij nice. En we krijgen gewoon 2 miljoen goud en elixir. Want de bonus voor winst is keer 2. Dus dat is wel heel lekker. En seizoensinfo, we staan momenteel 2e. Want we willen natuurlijk eerste worden. Dat is extra nice. Maar ik ga gewoon komende week elke week spelen. En dan krijgen jullie aan het eind van het seizoen. Of van deze week krijgen jullie dan zeg maar mijn rewards te zien. Want als het goed is, krijgen we dan vet veel van deze punten. Dus dat is wel nice. En deze aanbiedingen, die zijn alleen maar vandaag beschikbaar. Die ga ik dan niet kopen. Maar mochten er dan aanbiedingen te koop zijn, laat me even weten of ik dat dan moet kopen. Want het is natuurlijk ook wel leuk voor een video om weer eens een aanbieding te kopen. En ik kan trouwens mijn elixir bewaren, maar dat duurt nog 2 dagen 16 uur. Dus dat is best wel een tijdje. Wat ik nu misschien beter kan doen is gewoon nog even zo'n goudkluis upgraden. Want dat is op zich wel nice. Want hoe meer goud je kan verzamelen en je hebt zo'n goudroene, hoe meer je dan ook nog hebt, zeg maar. Dus dat is zo chill. En ik wil natuurlijk
natuurlijk ook mijn Adelaars Atelier upgraden. Oei, ik kom bijna niet aan mijn woorden. Maar die kost gewoon 18 miljoen. En zoveel kan ik nog niet eens opslaan. Dus dan moet ik sowieso eerst maar al mijn kluis upgraden. Dus dat is denk ik sowieso wat ik de komende tijd eventjes ga doen. Maar dan was dit het voor deze video. Dikke upgrades kunnen doen. Dus dat is chill. En twee keer aangevallen en twee keer gewoon 3 sterren gehaald. En ook pet voor buiten. Dus dat was ook heel lekker. Maar dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet meer zonder duimpje omhoog achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan heb ik dat zowel nog weinig te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!